Een microtoestel is zaterdagochtend in de buurt van een vliegveld Kempen Airport neergestort. Rond 11 uur vanochtend stort het toestel neer op een akker. Dit gebeurde vrijwel meteen na het opstijgen. De beide vliegers, afkomstig uit Sint-Oederode en Veghel, raakten daarbij niet gewond. Volgens een woordvoerder van de KLPD kreeg het toestel op zo'n 40 meter hoogte motorproblemen. De vliegers wilden vervolgens een noodlanding maken, maar die verliep niet volgens plan. Het toestel is daarbij totaal losgeraakt. De luchtvaartpolitie van de KLPD heeft het ongeval meteen onderzocht. En het heeft geen verwijtbare handelingen opgeleverd. Beide vliegers zijn voor de zekerheid gecontroleerd in het ziekenhuis.